Welkom terug bij deze nieuwe video op Happy Giel. Nu heb jij misschien zoiets van, Giel, waarom heb je deze rare kleren aan? Nou, vandaag was het dus Chrysostomos bij ons op school. Nu denk je misschien van, Giel, what the f*** is Chrysostomos? Chrysostomos is dus iets voor de zesde middelbaar en zo. Als die hun laatste dagen van het middelbaar hebben en zo, want ja, volgend jaar mogen die naar de uni van dit en dit en dat. Maar dat moet dus gevierd worden, de laatste dagen van het middelbaar. En dan mag iedereen zich verkleden. En wij mochten ook gewoon een keer meedoen. Ja, dat was heel erg fijn. Er waren verschillende mensen. Er was ook één iemand die zo een dinosauruspak aan had en zo. En ik zag verschillende mensen in onesies rondlopen. En ik riep gewoon een beetje zo rond. Ah ja, wacht. Ik riep wel mijn mondmasker rond. Ja, coronaproof natuurlijk. Ik zie ook met dat ik geen ene steek door deze bril. Oh, hey, hallo. Ja, ik heb ogen. Maar dus, deze bril is dus echt tandwazig. Dus als ik hierdoor kijk, zie ik bijna niks. Ik zie nog, maar bijna niks. Deze hoed is natuurlijk ook heel leuk. Ik kan deze hoed zo opdoen. En dan kan deze bril hier of zo. Maar dus, waar wij deze video over gaan hebben, is Jurgen Konings. Terug. Dus, zoals de meeste mensen, zoals eigenlijk heel België ondertussen wel weten, en heel Nederland volgens mij ook wel. Er is dus iemand aan het rondlopen, hier in Limburg. Al, ik denk ook dat het nog in Limburg is, want wie weet waar dat er al zit. Sommige mensen zeggen van, hij zit al in het zuiden van Frankrijk of in Duitsland. Ik denk persoonlijk dat er eigenlijk nog altijd hier ergens zit. Ik weet, niemand weet het. Volgens mij hadden ze een nieuwe tip. Ik moet anders eens even gaan opzoeken. Ja, ik heb dus iets opgezocht en ik heb niks gevonden. Ja, sommige mensen hebben er dus heel erg veel schrik van. Anderen hebben er dan minder schrik van. De meeste mensen op sociale media steunen hem ook heel erg hard. Ik weet niet echt zo goed wat ik ervan moet denken. Enerzijds heb ik zoiets van, hij doet wat hij zin in heeft, hij doet dat maar. Maar hij gaat dan anderzijds ook weer heel groot in de fout om wapens mee te pakken. Like, bro, gewoon een dikke anti-tank. Gewoon, hallo, ik ben Jurgen, hier is een wapen. Nee. Ik weet ook niet waarom die met een wapen zou gaan gooien of zo. Maar moet ik deze strik uitdoen? Ik weet niet of ik deze strik moet. Misschien stoort dit, jongen. Ik kan deze strik ook zo blijven dragen, zo. Ik ben net Mickey Mouse of zo, of Minnie Mouse. Minnie Mouse is het zeker, met de strik. Jee, ik kan de strik laten rond. Maar ik denk dat ik ze even ga uitdoen. Zo, dan zie ik er weer een beetje. Dus Jurgen Konings is ongeveer vermist sinds dinsdag vorige week? Vorige week dinsdag? Niet dinsdag nu, maar vorige week dinsdag. Ja. Ik denk ongeveer dinsdag, rond die dinsdag. Maar hij had dus verschillende wapens en zo meegepakt. Gelijk een antitank. Iedereen zegt een bazooka, maar het was dus een antitank of zo. Nog altijd gevaarlijk. Hij had ook ergens een of andere P90 meegepakt. En een pistooltje. Ik hoop gewoon echt dat er niks gebeurt. Ik hoop gewoon dat ze hem ergens vinden of zo. Als hij dood is, dan is dat zo. Ik hoop gewoon niet dat die mensen mede dood in jacht, dat die politieagenten neerziet of onschuldige mensen neerziet. Is die nu ergens ondergedoken bij iemand, zit die onder de grond. Who knows, man? Who knows? Maar hey, als je nog niet geabonneerd bent, doe dit dan even. Ja, gewoon even tussendoor, gewoon even abonneren. Check even of dat knopje nog rood is. Ja. Nu zijn er dus ook echt niet normaal veel mensen op sociale media die hem steunen van ja, Jurgen is een held, dit en dat, hij doet het voor het volk, hij is goed. Enerzijds kan ik mensen wel begrijpen, maar ik zeg ook niet dat Jurgen een held is of zo, dat heb je niet van mij gehoord. Ja, ik zit er een beetje tussenin, ik bewandel de gouden middenweg. Maar laatst zijn dus door Facebook en door Instagram volgens mij, ook door bijna alle sociale media, zijn gewoon alle profielen, en dat is van Jurgen Konings zelf ook, zijn gewoon allemaal verwijderd. Ja, dat is natuurlijk wel logisch, want ja. Ja, dus nu kunnen we dus alleen nog maar een beetje fingers crossed en hopen dat ze hem snel vinden. En dat hij, ja, zijn leven is nu echt compleet opgefokt. Ik heb het gevoel dat hij ook niet meer gewoon ineens gaat afkomen. Ja, mannen, sorry, ja. Ja, dat is mijn schuld, sorry jongens. Ja, sorry, ik haal mijn knieën, sorry. Ja. Ja, zo gaat hij ook nooit doen. Hij gaat volgens mij al iets aan doen. Wie weet plant hij iets groot of zo. Ik zeg niet dat ik daar naar uitkijk, maar ik zie het wel aankomen. Ik vraag me alleen af wanneer. Ja. Hoe lang blijft hij er nog zitten? Hoe lang gaat hij er overleven? Want je kunt natuurlijk ook niet voor oneindig lang voedsel hebben of zo. Gewoon de winkel binnenwandelen. Hallo, ik wil graag 15 appels. Twee dik gesneden broden, ja, en een plastic zak, ja. Ja, het moet mee onder de grond, hè, dus ja. Ja, ja dat gaat dus ook niet gebeuren. Maar hey mensen, als jij dus nu van deze video genoten hebt en je bent nog altijd niet geabonneerd,
Doe dat dan, want we komen heel erg dicht bij die 1000 abonnees. We zitten ondertussen al op 967 abonnees op het moment dat ik dit nu opneem. Misschien zijn het er al meer. Who knows? Maar als je deze video leuk vond, laat dan zeker een like achter. Ja, like en abonneer. En tot de volgende keer.